Opdracht 5. Er staat maak een nieuwe tabel. Mocht je hier nog getalletjes hebben staan van de vorige opdracht, dan moet je even klikken op bestand. Nieuw. Lege werkmap. En maken. Er zijn mensen die gaan alle getallen deleten die ze nog hebben staan. Maar dat is meestal niet zo'n goed idee. Als je dan per ongeluk een keer op opslaan klikt, dan is je vorige opdracht niet meer opgeslagen. Dus gebruik bestand, nieuw, lege werkmap, maken. Oké, maak de volgende tabel. Dit is gewoon hard werken. Je moet gewoon alles overtypen wat daar staat. Ik zal dit even een beetje sneller doen. Dus je ziet dadelijk in één keer heel de tabel verschijnen. Maar ik heb wel degelijk alles ingetypt. Zo, ik heb al heel veel ingetypt. Pak even de laatste drie rijtjes nog. Ik werk het liefste van links naar rechts. Dan kan ik in het boek makkelijk bijhouden waar ik ben. Bij innen staat 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Als ik eventjes kwijt ben waar ik ben in het boek, dan kan ik snel even naar de naam kijken. Die is best makkelijk terug te vinden. Dan kan ik gewoon het rijtje afgaan. Bij Henk en Robert is het makkelijk. Het zijn allemaal eentjes. Ik kan zelfs terug uitwerken. Oké, alle getallen staan er. Dan moet ik eerst de tabel opslaan. Ik volg gewoon de stapjes in het boek. Er staat sla de tabel op. De naam is aanwezig. Bestand opslaan als aanwezig opslaan. Ben ik al klaar? Nee. Er staat onder, tel alles op van links naar rechts. Er staat nog even een foto van de somknop erbij, dus ik moet dit op gaan tellen. Dus ik selecteer een rijtje getallen. Ik begin bij die 1, maar ik moet er eentje extra selecteren. Dus ik begin bij de 1 en ik eindig onder totaal. Dit moet ik selecteren. En dan klik ik op autosom. Volgende rijtje. Maar, zoals je weet, kan je dat ook in één keer doen. Nu zie je dat het belangrijk is dat je die extra kolom selecteert. Anders weet Excel niet, wil je nou dit zo optellen of wil je dit zo optellen. En dat laatste is wat we willen. Dus daarom selecteer je die extra kolom. Ik klik op autosom en alles wordt automatisch opgeteld. Dat moet ik ook van boven naar beneden doen. Dat kan je per rijtje doen. Of je kan alles in één keer doen. Je ziet nou dat hier groene pijltjes boven komen te staan. Dat is niet zo belangrijk. Als je die weg wil hebben, kun je die zelf selecteren. Dan klik je op het uitroeptekentje. En dan klik je op fout negeren. Het is geen fout. Dat is gewoon goed. Oké. Dan staat er onder in het kader vanaf nu, als je klaar bent, doe dit. Zet je naam onder de tabel. Zet je klas onder de tabel. De datum van vandaag en het nummer van de opdracht. Opdracht 5. Als je het heel netjes wil doen, dan klik je even op de datum en dan lijn je links uit. Dan is alles links uitgelijnd, dat is wel zo mooi. Dan moet ik de opdracht printen en opslaan. Dus eerst printen, bestand. Afdrukken. Afdrukken. Ja. Nou, voordat ik het printje opgehaald heb, sla ik hem ook nog eventjes op. Ik kan nu klikken op opslaan, want ik heb hem al een naam gegeven. Aanwezig. Ik klik gewoon opslaan. Nu is opdracht 5 klaar. Ik kan het printje gaan halen en leveren bij de docent.